Goedendag. fijn dat u weer naar ons kijkt. In een wereld waar veel gebeurt, waar onrust en angst terrein winnen, neem ik u vandaag weer mee naar het evangelie van deze zondag. Jezus vertrok uit de streek van Tyrus en begaf zich over Sidon naar het meer van Galilea, midden in de streek van Decapolis. Men bracht een doof stomme bij hem en smeekten hem dat, deze, dat Hij deze de hand zou opleggen. Jezus nam hem terzijde, buiten de kring van het volk, stak hem de vingers in de oren en raakte zijn tong met speeksel aan. Vervolgens sloeg Hij zijn ogen ten hemel, zuchtte en sprak tot hem, Ephata, wat betekent ga open. Terstond gingen zijn oren open en werd de band van zijn tong losgemaakt, zodat hij normaal sprak. Hij verbood het aan iemand te zeggen, maar met hoe meer nadruk hij dat verbood, des te luider verkondigde zij het. Buiten zichzelf van verbazing riepen zij uit, hij heeft alles wel gedaan. Hij laat doven horen en stommen spreken. Goede vrienden, we kennen ze allemaal, hopeloze situaties. We zien ze of we zijn het zelf. Ook Jezus heeft erin voor zich staan. Hij sloeg zijn ogen ten hemel en dan komt het, hij zuchtte en sprak. Die zucht zegt heel veel. Hij duidt naar alle waarschijnlijkheid op een ongenoegen. Het denken van de mensen kwam klaarblijkelijk niet verder dan dat Jezus een bovennatuurlijke wonderdokter was. Ze waren op sensatie belust over de rug van de doofstomme heen. De mensen wilden of konden Jezus niet, in Jezus niet zien wat hij wilde dat ze in hem zagen. Van serieus luisteren naar hem was geen sprake. Die wonderen doen was niet de hoofdtaak van Jezus. Daarom ook staat er: Hij verbood het aan iemand te zeggen. Kijk je naar deze situatie vanuit je geloof, dan zie je heel wat anders. Die doofstomme kwam niet verder in zijn leven. Hij zat opgesloten in zichzelf. Zijn beperkingen zorgden ervoor dat zijn leven eenzaam en moeilijk was. Hij vond in Jezus een soort portaal, een doorgang naar een beter leven. Door naar Hem toe te gaan, opent Jezus voor Hem een scala van mogelijkheden. Onze kinderen die actief zijn in computergames kennen het woord portaal heel goed. Daar moet je doorheen om verder te komen in het spel. En dat moet wordt dwingend uitgesproken. Als ik probeer het via een andere weg gedaan te krijgen, zeggen ze: hou op, je moet door dat portaal om verder te kunnen met alle te overwinnen obstakels die je daar tegen gaat komen. En als ik dat weiger, dan kijken ze omhoog en geven een zucht. Dan kun je stoppen, game over. Jezus is ook een soort portaal hij is de oorsprong van onze kerk. Het is wonderlijk dat al onze kerken ook een portaal hebben. Verbergt zich hierin een hint, als Jezus zegt, niemand komt tot de Vader dan door mij, alsof Hij zegt, laat je door mij helpen. Onze wijde, wereldwijde kerk met haar sacramenten vormen een portaal, een doorgang naar het leven. Wat mij enorm verwondert vandaag de dag, is dat velen, zonder rekening te houden met de voorbeeldfunctie van voorouders, ouders, kinderen en kleinkinderen, alles aangrijpen om niet door dat portaal te hoeven. Terwijl ik door dat kerkelijke portaal ga, met alle te overwinnen obstakels die je daarin tegenkomt, hou ik me vast. Aan Moeder Maria en onze lieve Heer. En ook ik sla mijn ogen ten hemel en geef zo nu en dan een diepe zucht, omdat ik niet alles kan begrijpen. Maar van game over is geen sprake. Gaandeweg heb ik ontdekt dat als je het leven wilt overleven, je er goed aan doet, heel rustig, dat kerkelijke portaal leert verkennen en overwinnen. Daarom ook vraag ik aan God de Vader me Jezus beter te leren begrijpen in Zijn Kerk. Eenmaal er doorheen trekkend, word je namelijk met reden door Moeder Maria en Jezus terzijde genomen, buiten de kring van het volk geplaatst, worden je ogen, oren en mond geopend, en ontvang je mogelijkheden om op jouw unieke levensplek te beantwoorden aan de wil. Van je Hemelse Vader. Erop hopend dat, wanneer ik voor Hem verschijn, Zijn ogen niet omhoog gaan en er een diepe zucht volgt. Alle werkers, vrijwilligers, waar ook samen met elkaar actief, een dikke merci. Ik wens u alle Gods zegen, bid voor U, wens U smakelijk eten en als God bleef, tot u de volgende keer.